Vandaag is het 15 jaar geleden dat we afscheid moesten nemen van Felice. Maar de herinnering aan het Swingpaleis zit bij velen nog vers in het geheugen. Ja, Felice, een klassenbak, hè. Zo zijn er geen twee zijn, hè. Teken in vast, maar dat Swingpaleis... Ik weet nog dat ik dacht, oh, zo goed, een uurtje op het gemakje tv zien, ontspannen, verstand op nul. Maar dat was iets anders. In feite was dat een zeer veeleisend programma. Zet de tafels dus maar aan de kant, want dit is wel degelijk de grootste party van het land. Dat programma was nog geen twee minuten bezig of men vraagt ons om onze tafel te verzetten. Ja, en je moet weten, in die tijd, meneer, de BRT is een instituut. Hè? Als Frank de Bozere zei van een frak aan te doen, dan deden wij een frak aan. Als Bavo Klaas ons een goede avond wenste, dan hadden wij ook een goede avond. Dus als Felice dan vraagt van de tafel te verzetten, ja, dan stond er recht in en je doet dat. Hè, ja. Ja, maar die Felice... Hij bleef ons maar commanderen. Zet al de meubelen aan de kant. En draai die volumeknop van uw toestel op het maximum. Alles meubelen. En dat was toch geen brol van de IKEA, hè? Dat was een massieve eikenhouten set, een tweezit, een driezit. De Patrick's en de Lax. En ik kon hem niet verstaan. Ah nee, ze hadden ons gevraagd voor ons volume volledig open te draaien. Ja. We werden dan maar een staande klok te verplaatsen, hè? Terwijl dat Peter van Asbroek in de oor staat te brul. En ondertussen blijft dat programma maar bevelen geven. Vanavond gooien we de telefoon buiten, halen we de buren binnen. Hup, raam open, telefoon naar buiten, dat was makkelijk. Maar die buren, ja, wij woonden op een appartement. En in feite hadden we niet zo'n goede band met de buren. Hè. Elke vrijdagavond had je piep en je bonk van die meubelen. En dan moesten we daar ook nog eens gaan aanbellen om 9 uur 's avonds. Ja, na veel moeite is het dan eindelijk gelukt voor een vijftal mensen te overtuigen van mee te doen. Maar ja, waar moesten we ze zetten? Heel onze salon stond op de gang. Ja, en het volk dat dan op de gang zat, kon de tv dan weer niet zien. En dan, allez, wij waren het programma aan het zien en om die dan toch een beetje te betrekken, riepen wij dan wat dat er rond gebeuren was. En ja, zelfs de decolleté mag iets dieper. Ze zeggen dat de decolletés dieper mogen. Op dat moment richt ik mijn blik richting de bovenbuurvrouw. Die ligt op de grond te schokken met schuim op haar mond. Ja, wij kenden wij dat mens niet. We wisten ook niet dat hij epilepsie had. We moeten niet naar het Swingpaleis zien. Ja, en paniek natuurlijk. En dat was van, belt een ambulance. Maar ja, met wat? Onze telefoon lag op straat. Na veel vijven en zessen stonden die ambulancieren hier dan met hun brancard. Maar dat was, ik weet niet, moeilijk manoeuvreren, want heel onze gang was een hindernisse parcours geworden. En dat heeft ze kostbare seconden gekost, ja. En dan die rechtszaak, ja. Dat is wel een slopende affaire geweest. Hè. Maar Felice zelf deed dat wel goed. Ik zag die graag bezig, ja. Met, wat is dat? Och ja. Wat is een tijd.